Dus het schijnt aan te slaan vanavond voor de laatste keer. We zijn blij dat we toch weer een bijna volle zaal hebben. Voor op een woensdagavond. Misschien scheelt dat wel, dat voetballen. Er zijn een paar huishoudelijke mededelingen die ik heb. U heeft consumptiebonnen kunnen kopen bij de ingang van de zaal. Die zijn na afloop natuurlijk weer inwisselbaar. Als u tijdens het toneelstuk iets wil bestellen, steek dan gewoon uw hand op. Ik heb ook niet gedacht dat u zou gaan roepen, maar de ober komt dan gelijk bij. Geld, geld en nog eens geld. Zeg je dat het geen voordeel heeft, het stinkt niet.
Waarom moet ik dit ding nou laten? Ze mogen niet weten dat hier een dokter woont. Oh ja, een spreekkamer daar dan. Hoe verberg je die? Het is goed dat je het zegt, die moet op slot. Oh. Dan ga ik ervan uit dat Dirk de wachtkamer aan de buitenkant ook op slot heeft gedaan. Oh, oh jee, dat zul je ze hebben. Ga schouw open, dan ga je ineens terug naar de keuken. Je zult zien, het loopt op rolletjes. Nou, dat help ik je op. Dat drukt op niks. Ja, ik kom! Keuken dan maar. Debbie, ontferm jij over dat bord? Wat moet ik me toch met die plank in de keuken? Oh, hij is weg. Nou ja, je zal zien dat het misloopt. Maar ja, dan zit hij zelf met de brokken. Eindschot. Stelletje bellentrekkers. Ik van tegenwoordig ben van gek, ik weet niet wat ze met de tijd aan moet. Loos alarm, Becky, er is niemand. Nou, trok dan eerst even voor me af. Oké. Ja, ik ben
hier iemand mee, hè? Nou, moet je trouwens niet zo gestandig liedje, jij. Jij kan veel beter hakken dan ik. Vorige week die drie zieke appelbeuren die je ingedaan hebt. Dat was zeker niks. Daar heb ik toch niet gekakken, wel? Ik heb hier iemand met mijn vast in de hoes op mijn borst. Muts! Met Rui. Ja, vrouwtje, dat is gruwelijk lastig. Dat is gruwelijk lastig, ja. Kijk, ik weet wat ik moet doen. Je valt een flanellen lap. Dan doe je wat koersvet op. En dan doe je de martebed. Ja, en dan is dat magenvlug alweer een haat op. Weet je dat? Ja. En vul ik nou in dat koffertank, hè? Ja. Dan valt er een eind een cognacrokje aan. Ja. Ja, dan komt dat zaakje wel los. Wat zeg je? Hé? Ja, voor een klein een anderhalf jaar had er wel een beetje peelmiddel, ja, toch? Nou, het eerste wat er mee zat, hè? Godskies. Hoe zou die vrouw nou geweten hebben dat wij hier in huis zitten? Oh, zoiets, dat ging natuurlijk als een lopend vuurke deur. Wel, moeten we dan niet de brandweer bellen? Zet het wel in de garage bij ons thuis. Ik ben bekend van mijn zakken, mens. Wie ben je eruit, Roos? Hoe zie je het al? Dokter Pil. Het gaat hier om het klaar te maken met zijn bord. Oh nee, man, dat is niet de bedoeling. Gods dokter, ik ben toch zo blij dat we al tegenkomen, hè? Misschien weet de wel iets tegen de derde kliek van onze Willem III. Willem III? Ja. Mevrouw, die is toch al lang dood? Gods Willem III? Dood? Och, Mark, is er mis van helemaal niks van. Jongen, van het koffer, op uw huis. Volgens mij is hier sprake van een misverstand. Wie is Willem III? Onze stier. Ik dacht dat u heel iemand anders bedoelde. Zijn er dan nog meer Willem III, dokter? Mevrouw, mag ik u uit de droom helpen? Ik ben geen dokter. Oh, en voor wat ga je dan zo weer zo'n reclamebord show, hè? Dat heb ik geschilderd voor een goede vriend van me. Dan ben ik aan schilderen natuurlijk. Nee, ik ben uw buurman en ik heb u dit huis verhuurd. Oh, wacht eens eventjes. Dan ben jij natuurlijk vandaan. Precies. Ik woon hiernaast en dit huis verhuur ik aan vakantiegangers. Harry, twee huizen dan? Nee, dit heb ik niet. Ja, twee huizen. Wel, je kan toch maar in één huis tegelijk wonen, of niet? Jawel, maar dit huis heb ik om er mijn geld in te beleggen. Harry, jij hebt zoveel geld dat je het eigen huis niet kwijt kan? Maar dan moet je dat naar de bank brengen, want dan doen ze dat verleggen en dan krijg je ook nog rente ook. Tenminste, dat heb ik mijn eigen woord te vertellen. U begrijpt het niet. Ik heb mijn geld in dit huis zitten. Oh, jawel, ik begrijp dat wel. En ik heb mijn geld in mijn tas zitten. Nooit als het om stelen. Ja, daar is weinig kans op. Hartelijk wel. Afliegen. Vrouw, dan toch. En daar wordt het toch alleen maar het hand geven? Ja, ja, dat is echt gek. Ja. Die daar de kus geslukt door met die plant tegen mijn kop aan het gooien van pampers. Nee, je doet weer een tientje zonder gedacht en daar kom je nog eens zelf in stort. U wantrouwend? Helemaal niks wantrouwend. Nee, ik hoef alleen de krant maar te lezen, dan weet je zat. Nou, voor die klap hoeft u niet meer bang te zijn. Hartelijk welkom, ik hoop dat u hier een paar fijne weken hebt. Ja, dat is wel te hopen. Ik krijg 1500 gulden als je de kat op pis, hè? Zou mijn 150 gulden goed betaald zijn? 150 gulden? Dat is belachelijk. Er zijn 250.000 gulden in het pand. Ja, precies. En als jij die nou niet meteen weghoort, dan blies wij hier geen minuut aan. Kees, maak die deur eens dicht. Zou ik nou van iemand eruit in een hoofd? Wat doe je dan nou allemaal te nuilen en te draaien? Ja? Hé, houd mij nou zo'n beetje kalm. Een beetje rustig. Hé? En toen moet ons hier allemaal af te dingen. Weet je wat? We blijven. Lekker. Er zit nog. Zit er nog goede sloten op de deur? Tuurlijk, er komt geen hond naar binnen. Ja, maar kan men dan als geen of hier een hond binnen?
Ja, dat is hartstikke fijn, vrouw. Goed, je slaapt hier, maar dan niet alleen. Ik sta erop dat je gezelschap krijgt.
Zeg, ouwe snoepen. Wil jij soms bij me komen slapen? Leuk voorstel, maar zover wil ik niet gaan. Ik zal over Kees en tante Trui vragen of die twee nachten hier willen blijven. Zijn dat die twee zwarte schimmen erboven? Je hebt het over mijn schoonfamilie. Ja, buurman, luister eens. Ik heb echt geen babysitter nodig, hoor. Ik kan makkelijk voor mezelf zorgen. Ik vind het juist heerlijk in mijn eentje. Lekker aanmodderen, zonder dat er iemand op mijn vingers kijkt. Oh, hier zijn de boodschappen. Josie. Geef ze maar hier, dan breng ik ze wel naar huis. Ze komen ze net vandaan. Heb je hier s'nacht er niks van? Wat hebben we hier? Ik dacht dat jij in Frankrijk zat. Ja, nee, ik ga maandag pas. Ik blijf 2 dagen hier. Maar maak je ook mij alsjeblieft geen zorgen, hè, buurvrouw. Want je hebt toch zo druk met je 2 logees. Ach, weet je dat dan? Ja, de buurman zei dat je zus en haar man bij jullie logeren. Oh, zei je dat? Ja, lief van ze, hè, dat ze mee willen helpen opruimen. Stom van een paar maanden zich te verslapen. Stelt u zich nou eens voor dat ze die vlucht naar Canada gemist hadden. Ja, stel je eens voor. Ja, nou, wat dan? Dat is een mooi moment. Zo de schuil hier. Hallo, ik ben de dochter van de buren. Oom Kees? Baas, ja. Tante Trui, ja. Zeg maar je zee tegen mij, hè. Ik ga me even douchen, hè, want in mijn posthuis moet ik me helpen met de wasbak. Dat is niet altijd even prettig. Een godspiratus komt door, leg hij voor vandaag. Korter, maar ik heb helemaal... We moeten niet zeggen dat de zoon is, man. Nee, ik bedoel, ik weet het niet meer. Je moet mij boven benoemd. Ik ga naar huis. Ach, vrouwke, dit is een groot verleggen dat erg is. Nou, ik ga je zeker zien. Ik ben al niet bang. Hij kan nu een stomme deed door. Nee, hebben zij José al gezien? Ja, en wat nu? Ik los het op. Dan? Dat weet ik nog niet. Ik hoor dat u José al ontmoet hebt. En of vandaan, en of. Een godsmirakels komt door, dat ik uit. Lijkt trouwens hartstikke mooi om een oude dag zo'n jong ding vergeten te hebben. Nou, zo leuk is dat niet, hoor. Ze is trots en geweest. Dan moet ze misschien zo af en toe een keer tegen die blote billen aan hebben. Normaal zal ik een zinnetje van jou op gaan krappen. Jezus, wat moet jij daar doen? Ach, wat mij nou ook eens een keer uitschroeven. De jeugd van tegenwoordig is niet zo gemakkelijk, meneer. Hey. Straks zei ze tegen me dat ze vannacht met alle geweld hier wil blijven slapen. Hier bij ons? Hartstikke schoon. Hartstikke schoon. Ja. Waarom is het nou weer hartstikke schoon? Nou, ik denk dat ze wat in me zien. Ja. Nou, dat kunt u vergeten. Ze heeft er juist niemand bij nodig. Ze wil helemaal alleen hier blijven. Waarschijnlijk om te bewijzen dat ze niet bang is in het donker. Ja, maar was dat nou toch voor een idioot plan? Als er iemand is die jou kan beschermen, dan ben ik dat wel. Ik zal er eens met een praten vandaag. Nee, doe dit dan niet, hè, want dan was ze neidig. Werk er niet tegen, want dan was ze naar vaak. Over de was gesproken. Hebben jullie ook wel rekenen? Ja. Het enige wat er in huis is Punica. Punica? Ach nee, Punica doe ik nooit. Wat braaien en... Hey, ik ben niet van een nat hals. Heb het zo weer om vandaag, hè? Heb u niet al in die warme kleren? Wij hebben nooit warm. Ik zal het eens maar vertellen. Al heb ik wat over mijn rug, dan zweet ik dat niet. Ja, maar hebt u dan niet iets anders bij u? Iets zomers, iets luchtigs? Cindy's knikken niet goed dan. Jawel, maar misschien hebben we bij ons nog wat, hè? Een broek en een shirt of zo. Eigenlijk hadden we nog niet zo'n stom idee, Troy, hè? Niet? Hé, ja. Wij staan hier door achter in die tuin, lekker leren luieren in die zon met de zomer op een blote baas. Ach, Kees toch. Je denkt toch niet dat je achter nog een in de hof kan liggen? Wat zou nou? Ga je een broodje? Nee, ik moet er niet aan denken, zeg. We zien een vol liever een kapot gehaagd op mijn veld. Er was alleen spaarboot. Oh. Dat is
is er niet lang. Het is wel lekker. Ik heb de shampoo op de grond, dat niet zo keuze. Kom, is! Kom, is! Wat doe je nou toch weer? Ik hou het in de doek. Ik hou het in de doek. Maar
Hoe stelt u een diagnose bij uw patiënten? Ja, ik bedoel, wat bepaalt u het ziektebeeld van een patiënt die bij u komt? De handvormende buitenkant van de klinieken. Ja, de buitenkant kan voelziektes herkennen. Niet of de oren een beetje slap hangen en de ogen een beetje troebel zijn. Meneer, ja. Ik bedoel Kees, dan moet u mij geen onzin gaan vertellen. Ja, maar dat is geen onzin, maatje. Waarom ook niet? Mensen moesten dus wat meer naar de natuur gaan kijken. Er zit veel meer geneeskracht in. Dus u bedoelt dat we meer natuurlijke middelen moeten gaan gebruiken? Echt, ja. Echt. Kijk, mensen willen veel van de natuur niet meer weten. Hè. Die willen het belangrijk. Kijk, en ze kopen een hele hoop van die middelen. En als ze dan ook nog van die rimpels krijgen, dan doen ze nou zo'n een of andere biotiekzaak. Ja. Om die weg te werken, en dan kopen ze weer alle middelen die handig en bouwwerk zijn en goed duur zijn. Ja? Terwijl eigenlijk het peppen van de maiskool, hè? Veel beter werk en wel veel beter voor de hart. Ja. Dat moet tante Eugenie niet vertellen. Ja. Ik kan als de haren, hè, niet meer willen groeien, of een beetje doof worden, dan wordt de scepter van de billen en van de populier van de scepter. Ja, trouwens tegen zwijnvoeten had het gemalen eikenskors. Nou, zijn je echt het idee dat wij de apen weer te zetten? Nee, natuurlijk niet. Doe nog iets niet. Trouwens, als je het mij nou vraagt, hè, wat kiet jij toch wit? Keer jij zo iets tegen het appen? Ja, ziet u, ik heb namelijk een boek gegeten. Hé, wat flauwekul natuurlijk. Maar als je dek weet, hè? Kom eens hier, dan kom ik even zonder zuur. Kijk eens even omhoog, hè? Oh, pistool, niks, er gebeurt echt niks. Maar volgens mij is het echt meer aan de hand. Ah, ik wil wel graag de sleutel op. Zeg onze kies van mijn ketel, hè? Niks, we zien het toch wel, misschien hoe wit de meid is, er is geen taal meer aan de hand. Die keert de hartse een hand op. Een houwend op? Ja. Let me op dat vrouw onderhand niet een houwend opgeslaan. Hé, kan maar van jeur lachen of mijn vorder lachen. En gij meidje, vat de rommel maar weer. En weet je wat gij moet doen? Hij moet maar eens een glaasje noorderland zou drinken. Hé, dan krijg je wat kleuren. En dit maar eens een flinke bord van mijn bloedworst. En maar eens een nazi. Zo afgelopen met al die flauwe kullen doet hij de rotzooi. Zit hij weer een oude zo gemiddeld. Oeh, Kees, dan lukt iemand achter in mijn hof. Dan lukt iemand achter in mijn hof. Ja, dan lukt iemand achter in mijn hof. Ja, dan lukt iemand achter in mijn hof. Er is niks aan de hand. Zeg je wel, dan lukt iemand achter in mijn hof. Wat is dat? Zachte
Hij is nog steeds niet goed hier in de bovenkamer. Zit nog tegen de dokter tegen mij. Jongen, jongen toch. Als jij helpen zit, dus goed. Dat zal ik doen. Dan gaan we eens een paar spinnenwebben vangen. Spinnenwebben? Ja. Ik dacht dat u me zou helpen. Ja, maar dat doe ik ook. Er ging niks boven de mond als spin dragen. Ja, als ik dat mooi erop doe, ja, dan ging ik nooit aan zweren. Nooit. Kom maar eens naar huis kijken. Ja? En kijk maar goed uit onderweg.
Dat je ergens tegenaan loopt, tegen een muur of zo'n meer. En denk je al wat, hè? Ja, dokter. Ik heet Van Balmy. Ja, doe een goede thuis maar. Werd dat voor je? Ja, hallo. Hé, wat? Zit er wel overstap? Hé, dat is wel leerlijk, ja. Ja, dat is mijn eigen familie tegen. Ja, ja, dat is gewoon een verkoudheid, hè, snap je niet? Ja. Wat is dat? Ja, dat is inderdaad, eigen familie, hè, van moeders, ja. Slooi-Oddy. Zeker, die heet. Moet hem wel weer een slaai-Oddy, dan komt het boeltje wel los, ja. dat is wel opgelost, ja. Ja. Ja, en die uit meenemen. Hè? Zoals je de volgende keer ziek wordt. Omdat de campingbeheerder u heeft aanbevolen als de beste dokter uit de omgeving.
Zeg maar dat je ze ziet vliegen. Ik vroeg nog Jaap, weet je dat wel zeker? Zinde jij dan Jaap? Ja, Jaap de Korver heet hij. Godskist, daar moet die jongen zijn. Wat sla je met die snee in zijn hand? Maar zeg maar tegen die Jaap dat je ze naar je hartstikke vergist. Nou ja, laat je dan niet de allerbeste dokter zijn, maar... Mensen, ik ben helemaal geen dokter! Niks, smoesjes en dat dan! Dat, oh, dat is niks, niks, niks! Maar ik ben nog niet klaar. Nee? Allereerst ben ik vaak duizelig. Dikwijls heb ik een wee gevoel in mijn maag. Soms een opgeblazen buik. Ik heb nogal last van hartkloppingen. Ik slaap slecht. Mijn oren die suizen en ik heb om de andere week een stijve nek en mijn ogen zijn ook niet al te best meer. Was dat alles? Voorlopig wel, ja. Zeg, vrouw Koen, jij bent zeker niet getrouwd. U lieve help, nee, geen mannen aan mijn lijf. Het werk is... Hetzelfde liedje. Hoezo? Die vrouw is een goeie rol. Hetzelfde liedje. Zal ik jou nou eens een goede raad geven, vrouw Koen? Ja, natuurlijk, dat ben ik niet. Dan zoek je zelfs de bliksem een of andere vent, ruk hem voor mij maar van de fiets af, en springt hem in een hooimeid, en ze heeft voor een stuk of zes kinderen. Dan heb je tijd om een vrouw te doen. En als nou weer de koffie kreeg, hè, Muts? Dan zal ik hier op het stonden voet onder de graad af. Ja, net. En ik snap niet dat jij dat goed vindt.
geen uitgelekte vent? Godzijdank. Welke vent? Ja, die er boven mij oom dood op de bed ligt. Hoe kom je dat? Oh! Je bedoelt die Morpheus? Ja, dat mag niet zo. Die bedoel ik, ja. Ik kom. Kijk, José, wat een pretje. Ik kan best de zon in het water zien schijnen. Nou, ik ken je hoor, het is hartstikke stik op de buik. Dit is de sleutel van de tuindeur, dus vergeet niet de deuren te sluiten als je wilt. Het maakt niet veel lawaai. Wij niet, als die twee er bovenop maar een beetje stil zijn. Neem er maar van mij aan dat José slaapt als een roos. Buurman, buurman, waar ben jij toch goed gelukkig? Ik ken José, of ik het zelf gemaakt heb, ze slaapt. En als jullie er niet wakker maken, slapen ze tot morgenochtend 10 uur. Nou, dat is goed. Kees, jij hebt het gehoord, hè jongen? Geen gesnurk vanavond. Ik snurk nooit. Ik snurk nooit. Nee. Als jij het op een heupen hebt, dan snurkt het behang van de muren af. Als dat meidje wakker geworden was, dan was het jouw schuld geweest. Maar je hoeft altijd weer zo overdrieven, jij, hè? Och, ik overdrief helemaal niet. Nee, nee. Van de winter, hè, buurvrouw. Toen we ons de koeien op stal stonden, toen keek onze Willem Driehoeks mij eens een keer beschuldigen dan. Die had een hele dag in ogen dicht gedaan. Net zo min als ik, trouwens. Nou, je bent wel een eentje. Mensen, ik ga naar bed. Jullie kunnen het vinden? Ja, dat zal eigenlijk wel lukken. We zien dat we nu of half negen wel verstenen. Ja, en wees voorzichtig, hè. Wij wel, als die twee erboven ook maar een beetje voorzichtig gaan doen. Zou je dat niet even gaan zeggen? José zal het best naar de zin hebben met de Morpheus. Welterusten. Ja, welterusten. Welterusten. Nou, bedankt voor de gezellige dag, hè. Joe. Zie ik uit op mijn weg. Wat een mooie huis van je nog. Dat klopt, ja. Zulke aardige mensen, snap je dat nou? En ze hebben ook niks over hun noorden te vertellen. Niks! Nou, bedenkt. Ze hebben mij een ander stap verteld. Bijvoorbeeld, hè, Kees, dat ze door boven met een buitenlandse jongen te bed liggen. Hé? Hoe ga je? Ja, nou, dat je Mustafa, dat is toch zeker een buitenlandse naam, of niet dan? Troi. Je moet toch hersens eens nog laten kijken hoe je heugens kent om in de steek te laten. Och jongen, toch niet zo gek. Mijn hersens zijn nog zo goed als niks. Ja, dat moet ook wel. Je hebt ze nog nooit gebruikt. Dat is een knap verkopen, Kees van Hals. Wat toch maar een geintje. Maar ik ken ook niet tegen dat jij hiernaam tegen een maatje zit te hakken takken, hè? Je bent zeker vergeten dat 40 jaar geleden de zoon van de boer, hè? Midden in de nacht. Bij jouw boer jou op de dienstbodekamer kwam. Hè? Nee, dat wil ik dan niet. Kijk, dat was ook niet op de mensen in die deur, hè? Nee, maar dat was heel anders, Kees, want dat was ik. Ja, dat was ik, ja. Dat is goed om haar pis te nemen, dat weet ik ook nog wel. Ja. Als jij nou vast bed gaat, hè, dan zal ik hier die rotzooi even uitruimen. Oh ja. Zo dat ik niet te bed. Je hebt hier ook al een dienstboerde kareltje. Die jongen van tegenwoordig die laten toch ook alles maar achter dat kontant slingeren. Hem maar roken, hem maar drinken, hem maar wel op iets geslingeren. Medische handen. Nat uur gelijk gezond. Ja.
een zakvaas. Een tas. Godsamme, dan vergeet ik de tuindeur te sluiten. Wat wil ik op een touw zien? Thank you.
En wat nou? Als jij nou een vleugel aan box aantrekt, dan gaan we extra naar de buurt waarschuwen. Die weten misschien wel waar we ermee moeten doen. Oh ja, dat is goed. Heel wel. God, ziet dat woord al eens liggen. Je zou het nog als meelijden aan krijgen. Dat heb ik niet, maar je zou het wel krijgen. He? Ja, helemaal nooit gevoerd, jongen. Jongen, jongen. Ja, het is een moderne, maar ik merk met z'n naal. Alsjeblieft, op slot. Blijf je nou met je smoesjes.
Ik zweer je dat ze open waren. Nou, toen ik hier binnenkwam, er zat hier een vrouw op de bank. Nou, ik dacht dat jij het was. Dus ik ging er naartoe. Ik zei, liefje, ik ben het. Aard. En toen? Ja, en daarna is alles weg. Een ontroerend verhaal. Erg leuk verzonnen, maar... Auw! Aard, wat is er? Ik heb een bul op mijn hoofd, zo groot als een duif. Ik moet je voelen. O ja? Jij hebt gelijk. Auw! Je moet een flinke optoffer gehad hebben, zeg. Zou je verhaal dan toch na zijn? Ja, natuurlijk. Of dacht jij dat ik die troep daar zelf had meegebracht om mezelf vast te binden? Je was goed, maar niet gek. Ik vraag me af wie die deken al gehanteerd moet hebben. Ja, dat weet ik ook niet. Misschien een inbreker die door mij gestoord werd. Wat denk je hiervan? Ook bewijs? Ja, ja. En dan zal mijn vader spinnenhak ook gedaan hebben. Laat me niet lachen aan. Mijn vader is dokter ook. Ik pak zalver. Dus jij weet het aan mijn verstand? Het was spinnenhak. Laat zien. Allakjes, dat moet eerst ontsmet worden, joh, dat is... Hé, kom even mee naar de spreekkamer. Nou ja, ik weet wel waar ik de sleutel bewaar. Kom maar. Ik geef je gelijk op voor die hoofdpijn. Hé, dat is Minion. Dat kan niet zo met de vroegkracht. Ik kan ook niks meer doen. Allemaal niks. Nee.
er maar één middel op. Dan gaan we maar naar weg. Oh nee, Kees. Oh nee, voor geen gehoor, blief. Ik geef naar Martin huis. Oh nee. Je slaapt maar bij ons trui. Ja, goed dan. Ja, ja. Debbie, ja, hoe moet dat nou? Ja. Zijn er geen kinderen meer? Nee, maar je moet niet vergeten dat ze oog in oog heeft gestaan met de misdadiger, hoor. Helemaal van de kaart van angst. Maak er dus hier bed wel voor je op. Hartstikke fijn. Kees, doe die dat niet uit. Ja, dan weet je zeker dat de mensen niet meer brand. En jij maakt de deur op slot.
voor jou. Zou je dat toch maar eens even controleren als ik al wacht? Als ik je er een plezier mee doe? Ja, dat doe ik. Morgen, lui mannes. Verstaan, het is al half negen.
mee. Met wakker worden zeker, hè? Ik zal er dan maar water over je hoofd gooien lang slapen. En hou het eruit. Aard! Ja. Wat is er gebeurd? Lieve losje zee. Door, er is bij jou toch ook altijd wat aan de hand, hè? Ja, word nou niet boos. Denk je dat ik het leuk vind? Nou ja, wil je me soms vertellen dat je je weer niet van kan herinneren? Nee, deze keer was ik er wel degelijk zelf bij. Toen ik daarnet wakker werd, zat hier een vrouw op de leuning van de bank. Ik dacht natuurlijk dat jij het was, dus ik trok er in mijn armen. Nou, ze begon me toch te gillen en er sprongen één keer twee kerels op me af. Ja, wie waren dat dan? Ja hoor, dat kan je toch niet even vragen, hè, als je overvallen wordt. Mag ik even weten hoe u heet? Ja, toch hoor, wat zijn we lollig, hè? Nou, het had het toch bekende kunnen zijn? Ja, nou je het zegt. Een van die kerels en die vrouw, die leek in de verte van op jouw vader. Nou ja, ja, hou je slappe geintjes voor je, gaat die badkamer in. Hier, je rotzooi mee. Trap op. Eerste deur rechts en verder vind je het wel. Kusje. Nou, vooruit dan. Goedemorgen, Aard. Morgen, José. Hij is toch wel lief, maar hopeloos onhandig. Drie deuren wagen weet open, wat is dat nou? Nou moet ik niet nog gekker worden. Ja, maar dat bestaat er allemaal niet. De vogel is gevlogen. Jawel, door, Git. Oh, dokter houdt de toffel op voor twee maanden.
Ja, maar dat is macht en gewoonte. Ja, kijk, in Leiden dek ik altijd voor twee. Voor mezelf en voor mijn vriendin Henny. De vredetante trui. Zo kennen. Kom, Kees, we moeten maar schoon. Waarom zeg ik dan niet gewoon dat Aad hier geslapen heeft? En
slecht geslapen, maar dat had ook een andere oorzaak. Ook de liefde? Dan hebben jullie er geen gas over laten groeien. Meneer, wat denkt u wel? Ik ben een dame. Neem me niet kwalijk, dat is het goed. Nee, die slapeloosheid was het gevolg van de hongerolie die uw vader me gisteren voorgeschreven had. Ik heb ieder uur een lepel genomen. Om het half uur. Oh, waar is hier nu? Wacht, ik zal u daar iets voor geven, want dat is niet volgens mij. Wacht u maar even, ik neem het zo terug. Bent u de zoon van de dag? Nee, dat hoop ik te worden. De aanstaande schoonzoon. Vindt u de liefde niet verrukkelijk? De zon schijnt helder, de kleuren feller, de lucht zuiverder. De mensen vriendelijk. Oh, nee, nou, ik hoor het goed. Hier is. Alsjeblieft, twee mandaagse inzet. Dankjewel. Wat ben ik u schuldig? Oh, niets. Waarom niet? Omdat het vandaag een feestdag is voor Aard Schildbrug. U bent twee erg vriendelijke mensen. Doe je vader de groeten van me? Doe er niet toe. Het is de hoop dat ze zo'n donder lucht thuis kan. Zeg, je zei je had het net over een licht dat je opneemt. Wat was dat? Nou, weet je wat ik denk? Dat ze waarschijnlijk een uur heeft op. Weet je wat, die mensen die daar logeren. Dat is een heel aardig stel hoor. Hele lieve mensen die Ome Kees en Tante Trui. Hele lieve zeg mensen. Zeg dat nog eens. Wat? Ome Kees en Tante Trui. Waarom? Trui, hè? Ja, maar daar werd mij ook een hand gebrand. Hoe bedoel je? Weet je nog dat ik vannacht hier binnenkwam en dat die vrouw er op die bank zat? En dat ik zei, aard, of liefje, ik ben het aard. Ja, verder wist je toen niks meer. Ja, maar nou wel, want dat mens dat zei namelijk, liefje, ik ben het trui. Aard, wil jij beweren dat de vrouw jou heeft neergeslagen? Ik beweer helemaal niks. Maar nou nog eens wat. Toen ik daarnet voor die rozen zorgde, hè, toen zag ik er in de tuin bij de buren een paar mensen rondlopen. Die verdacht veel leken op die dwazen die mij vanmorgen hebben overvallen. Nou ja, je ziet spoken hoor. Ja, dat moet wel. Nou ja, we weten het zo. Hallo, buurman. Ja, met mij. Zou u even naar me toe willen komen, want ik heb een moeilijkheid. Wat? Ik heb een telefoon. Wat? Wanneer komt u dan? Of ik had gewoon een stekker eruit. Wat? Ja, breng gelijk even je zwager mee. Ja, oké, tot zo. Hoe kan hij nou weten dat mijn telefoon er niet deed? Zie je nou wel, hij wilde de politie bellen en dat lukte niet. Ik weet zeker dat ze het zijn. Ja, maar wat voor reden moeten ze dan hebben om jou zomaar neer te slaan? Het zijn wel zo'n goede mensen. Nou, dat snap ik echt helemaal niet. Dat lijkt me eens een hele goede vraag om mee te beginnen direct. Ja, dat zal ik ook wel doen ook. En als het waar is wat je zegt, nou, dan is hij nog niet. Wanneer kunnen we hier van dienst zijn? En daar zit die schooier nog aan de tafel. We gaan er van. Ja, dat is hij. Dan ben jij hier, jongen. Ja, ja, ja. Ja, man. Wat doen jullie nou?
niet weer, ik was daar wel gek van het gezeur van jou. Los, ons kom ik er laat aan. Doe dat niet. Blijf me zo. Nou, vooruit dan maar weer. Goedemorgen, Aart. Goedemorgen, gezin. Heel erg van je gedroomd. Toch, ben je naar Frankrijk, blijf bij me. Ik ga wel, ik ga 14 dagen eerlijk op straat vandaan, maar juist. Kom even. Oh, pardon, pardon. Hoe zit je schoon sokken gaan halen? Ik weet trouwens waar je naartoe bent, maar je treft wel mooi weer. Kees, waar ga je naartoe? Schoon sokken halen. Ik ben helemaal de klus kwijt. Veel te veel gedronken gisteren. Wat heeft dat nou te betekenen? Ik weet het niet. En wij dwalen af. Dus jij wilt per se 14 dagen op stap? Ja, en daar werk ik niet van af. Ja, maar dat hoeft ook niet. Wat hebben wij gisteren gedaan? Zal ik weten. Ik bedoel even, nadat jij mij uit de politiebureau gepraat had, bedoel ik. En nadat buurman had uitgelegd dat hij dacht dat ik een inbreker was. En nadat hij zijn excuses had aangeboden. Nou ja, Aart. Toen hebben we samen gefietst. Dat weet je toch zeker nog wel? Juist, toen hebben we samen gefietst. 6 uur lang gefietst. Zomaar lekker gezwalkt. Zonder zorgen. Met een hapje hier, een drankje daar. We zijn 6 uur lang eerlijk op stap geweest, Josée. Om op stap te gaan, hoef je geen verre reizen te maken. Ja, wat wil je er nou mee zeggen? Josée, blijf hier. Laten we iedere dag zo'n mooie fietstocht maken. 14 dagen lang onze neuzen achterna. Aard? Je zou een goede verkoopleider zijn. Ik zou hem nog bijna gewonnen geven ook, maar ik doe het niet. En waarom niet? Nou ja, omdat ik bang ben me te veel aan je gaan hechten, ja. En is dat zo verkeerd dan? Nee. Ja, nou verdorie, ik ben al veel te laat. Ik moet de tas maar eens pakken. Zorg je ondertussen voor het ontbijt, dan ga ik dus. Schat van een steefkop. Maar ze gaat voor de bel. Misschien moet ik terug naar de kamer. Die is me wel eens. Ja, moet schoon zakken, kunnen ze Kees gevangen. Ja, maar ik kan toch een paar van de man krijgen? Ja, hé, hey, van die gekke dingen, aan me nooit niet. Die zijn heel modern, dat kan dan wel wezen. Maar onze Kees die draagt als een hel leven zwarte sokken. En zolang als ik leef, leeft dat ook zo. Luister, laat Kees sokken er nog een paar uur aan houden. Niks ervan, ze stinken. Gods mens, van mijn keertouw nou toch. Nou hebben wij dit huis al 2 dagen gehuurd. En we zijn verdorie nog geen 2 uur binnen geweest. Niet om te eten, niet om te slopen. En de allemaal door die eigenwijze dochter van jullie. Dat moet maar eens een keer afgelopen zijn. Vind je het dan niet leuk bij ons? Dat zeg ik toch niet. Maar ik ben nog nooit mensenkees alleen op vakantie geweest. En daarom wil ik ook wel eens ex-mensenkees alleen zijn. Dan ga je toch een paar uur met hem in het bos wandelen? Godzakken. Dat is nog eens niet zo'n slecht idee. Hij heeft ook verstandig. Maar wel op schot op. Alsjeblieft, ga niet naar boven. Over een paar uur heeft u zeker de plaat gepoetst en dan kan je hier zoveel in huis ronddalen als je zelf wilt. Oh, is het een blij? Ja. Moet ze de plaat nog poetsen? Had je dat niet Nee, je mens. Zo'n heibel hem niks. Nou, zeg op. Worst door die vloot en word uit mijn doek. Nou, dan hou ik schoon zo. Nee. Waar het is geregeld. Ik mag. Hoe vinden ze? Hoe vinden ze? Ja. Man, als ons getreur jou zo zou zien, dan zou ze van schrik geen druppel rommel meer geven. Met je bent ik ook nooit tevreden, hè? Kom maar zo, kom maar, kom maar. Goedemorgen. Je werkt met de laatste berichten van het volk. Is nou weer oorlog? Nee. Dit is gewoon een vrouw. Waar is de meester van de dokter? Hé, heb ik u niet meer gezien? Ja, u bent... Ja, Donald Duck. Dat kan. Leuk! U ziet er inderdaad anders uit.
zeggen. Hé? Wat doe je nou toch weg, Kees? Ja, nou wordt het toch allemaal mooi. Wie kust er nou? Zij of ik? Ja, nou, oké. Ja. Zij kust. Ah. Maar jij staat toch ook wel mooi te verleiden met ook heel sokken, wanneer hoor. Ja. Maakte een hoop goed, hè? Dus kom weer, hè?
uw dochter in Amerika? Nee, volgende maand gaan we er al een keer een halve dag heen. Een halve dag? Ja, we zijn nou ook al 14 dagen op vakantie en wij komen niet zo lang weg. Maar we hebben afgesproken met mijn dochter dat ze ook een keer in de maand bij ons komt. En dan zie ik ze toch, Duxat. Eén keer in de maand? Uit Amerika? Jawel. Ja, ze zijn in een auto en dan is hij niet zo beter. Ja. Weet u eigenlijk wel waar Amerika ligt dan vertrouwen? Ja, natuurlijk. Zo'n 40 kilometer van Eindhoven af. U bedoelt Amerika in de pil? Ja, tuurlijk. Wat bedoelen jullie dan? Laat maar. Oh ja, nou dan. Hartelijk nog. En nog veel plezier. Hier zegt ze. Weet je dat ik eigenlijk heel verdrietig ben? Oh, kan me janken? Op zijn laatste ontbijt. Ach, zeur toch niet. Ik ben met 14 dagen weer terug. 14 eenzame dagen. Ik weet niet wat je me aandoet. Ja, nou is het wel weer genoeg, hè. Hop, die badkamer in. Ik ga maar eens douchen. Dan koel je wat af. Jij gaat vochtig, hè? Niks gaat vochtig. Kijk nou eens hoe laat het al is. Waarom neem je niet de trein later? Vent, zeur niet. Ik neem geen trein later. Help schieten. Maar die naam in je nek is daar opgerold.
Nee, hier steelt niks voor terug. Als ik op de poedrijk of met vrolijk op zit te praten op een gegeven moment, hè? Dan leg je toch ook die neer langs in de nek of niet dat? Ach, dan de trui, als ik over mij maar geen zorgen hoor, ik kan makkelijk voor mezelf zorgen. Dat dacht ik vroeger ook, hè? Maar trooi dat toch maar mooi in met die alummel hier. Wat dat is mee, Kees? Ik heb liever dat je mij leuk schat. Oh, dat heb ik zo dan. Dat weet je zelf wel, hè? Wat een bezorgdheid. Ben je nog niet klaar? Ach, oom Kees kwam de les lezen. Heb je nou weer fout gedaan? Ach, het sop is de kool ook niet waard, zeg. Ruim jij even verder wat gezorgd voor mijn tas, want ik kom zo nooit op die trein. Opruimen, hè? Dat had je gedaan. Niet te steken. Dat de buurman vandaag weer weg kan krijgen. Dat wij hebben het. Verpakt. Dat klopt ik helemaal niet. Waarom sta je
Bernaas, u zei een klein beetje overstuur, geloof ik. Overstuur? Ik ben woest. Ik word op een verschrikkelijke manier voor de gek gehouden. Stel dan maar, ik los dat wel even op. Meneer Bernaas, ja. Van wie heeft u nu dit huis gehuurd? Van de vader van juffrouw Van Dalen. Ja. En wilt u mejuffrouw Van Dalen even aanwijzen? Zeg, hou uw zuster voor de gek, ja? Ze is zo'n verstoppeltje aan het spelen. Ja, stessen. Als ik het niet dacht. Ja. U bent niet goed bij uw hoofd. Ik ben je zeepil en ik woon hier. Hallo. Dag, dokter Pil. Ik ben dokter Pil helemaal niet. Ah, zo. U bent vandaag incognito. Hier zijn de sleutels van de auto. Veel plezier ermee. Ik heb verder geen idee, want mijn vriend staat op me te wachten. Bye. Wacht even. Alleen, meneer Naals is mijn zwager niet. Nou, nog mooier ook.
Sorry, ik ben stom geweest. Erg stom, hè? Want u heeft er niet bij nagedacht dat ik wel eens roet in het eten zou kunnen gooien. Jij zou in Frankrijk zijn. Pech gehad, buurman. En wat nou? Nou is alles toch opgelost. Meneer en mevrouw Van Aals logeren 2 weken bij ons. Oh, komt het ontbrekende geld toch nog terecht? Nee, ze krijgen gratis logies. Vult u het tekort zelf aan? Nee, dat was al aangekocht. Ik krijg zojuist het laatste bankafschrift van de jubileumrekening. En dat viel beslist niet tegen. Ik heb zelfs 250 gulden over. Die wil ik aan jou geven. Oh nee, geen sprake van chantage. Dat neem ze nou aan, anders dan voel ik me schuldig. Dat vind ik nou ook, José. Je kunt niet hard draaien blijven. Pak het geld aan en zeg, buurman, dat je te vergeten. Oké, dankjewel. Maar dat is niet alles. Ik heb namelijk begrepen dat het ventje van jou graag mee wil, maar dat hij wat kan in de kast zit. En omdat ik zo blij ben dat ik uit de zorgen ben, heb ik voor hem 500 gulden. Nee, meneer Van Aden, dat kan ik niet aannemen. Dat kunt u niet doen. Ik kan nog veel meer. Kees, kom maar. En is alles in orde? Niet helemaal, maar doe jij maar eerst. Nou. Kijk, het is eigenlijk zo, hè. Wij logeren hier langs nou voor niks, hè. Voor nop en relax. En dat is natuurlijk een flinke meeval, dat voel ik al wel, hè. En daarom ga ik gedacht het slachtoffer van Truijs moordzucht een bedrag te schenken van 500 gulden. Of liever er nog eens een groen geld over een de koeienstal te repareren. Ja, wat dan? Ik kan niks aan. Hoor je niet zo'n stom, je hebt er recht op. Dat ben ik niet met wit. Als jij aangifte gedaan had, hè, van wederrechtelijke vrijheidsberoving en toebrengen van lichamelijk letsel, dan waren we alleen al 500 gulden kwijt geweest aan schadevergoeding. Of aan de boete nog maar te zwijgen. Dus als je het zo bekijkt, komen we er goedkoop vanaf. Ik heb geen aangifte gedaan. Ja, en daar zouden we jou nou al dankbaar voor. Snap jij dat nou niet? Vandaag, hier, wat dan? Nee, denk er niet aan. Je ziet toch dat het in Zuid-Frankrijk heel erg mooi is. Niet waar, José? Ik zeg niks. Ik ga de tas pakken en ik verdwijn. Zal je heel vlug moeten beslissen, anders gaat ze alleen. Dan gaat ze maar alleen, ik ben geen bedelaar. Zo, de juwe ben gaat op de stijfkop, hè? Heb je nou nog niet door dat ze blij zou zijn als je meeging? U kletst, dat wil ze juist niet. Je hebt toch voor geen cent verstand van vrouwen, hè? Ik blijf bij mijn standpunt, basta. Kees, ik zal er nog eens koffers maar ophalen, hè? Als we toch bij de buren moeten logeren. Hé, jongen. Kost sta jij hier te dralen, hoor. Je lijkt verdorie wel een drachtige koop. Wat ben jij niet blij met 1000 gulden? Hij wil ze niet aannemen. Liedige toch zeker. Hé, je, hé, je. God, dan is die klap op zijn kop toch nog harder. Hé, jongen. Hé, hé. 10 van 100, dat is toch geen kattenpis? Moet ze niet. Hij moet ze niet. Kom, ons Kees. Volgens mij, hè, zit er dan maar één ander ding op te doen. We zullen hem moeten dwingen. Nou, toch ben jij nog niet zo'n stom muts, hè? Valt die tegen, Olle Maris? Misschien dat je er meer respect voor hebt. Heb het hart eens. Maar ik durf alles. Ben je van plan, Kees? Nou, dat is altijd simpel, hè. Ik trui die heeft vandaag een flinke hoop wiebel, hè. En dan binden we hem vast en dan stoppen we die 1000 gulden in een zak. En dan kiepen we hem in de kofferbak van een auto. En tegen José zeggen we dat je hulzielig is afgedropen. En is gerust 14 dagen een auto van hem mag hebben. Dag in die vatten! Wat? Kom hier, meid. Kom hier. Hoe is het, Kees? Kan je? Even een vraag, Trui. De slot pas als je de klep opent, hè. Ga maar zien. Ga je gang maar, hoor. Niet genoeg ellende hebben. Wat denken jullie mee te bereiken? Dat je eindelijk je hersens eens gaat gebruiken. Ik heb meer hersens dan jullie drieën bij elkaar. Oh, is die opmerking dus wie verwerkt? Even zwaar te draaien. Want die jongen naam gelijk, dat is één verschil. Wij gebruiken zijn haar niet. En dan is de keer met zijn vriendin 14 dagen op vakantie. Maar nee,
hij moet zo'n woord wel de koen tegen de krip aan gooien, hè? En dat is heel stom, want je hebt mezelf gevraagd om je te helpen. Nou, als je dit helpt, noemt de lust ik hem nog wel in. Nou, als je het goed ingepakt, dan laat de kofferbak in. Kofferbak in? Ja. Zullen we dat wel doen, Kees? Het is hier buiten, dat krijg je niet zo lucht. Nou, dat denk ik. Ik zou het niet weten. Hou ik goed die bak, dan gooi ik hem nog op die bak neer. Of ik kom zijn dekentje in de tang nog. Zeggen jullie niet dat je me belachelijk maakt tegenover je zee? Nee, natuurlijk niet, jongen. Want als ze jou hier zo zien liggen, dan zal ze zoveel meelijden met jou krijgen. Dat ze nou smeekt om mee te gaan, hè, manneke? Helemaal smeekt om mee te gaan. Wees het, jongen. Laat het goed. Het toch gelukt dat dit ding niet meer hoeft te gebruiken, hè. Zo. Nee, hoor. Maar het waren maar niet te druk. Kan allemaal goed, jongen. Waar blijven liggen, jongen? Ik heb nog nooit zo'n stikkermikkels meegemaakt. Oh, we zitten zo meteen dat ik een slappeling ben. Ja, ook dat nog. Nou, je rinkelt maar raak hoor. Ik ben niet in de stemming om op te nemen. Hallo. Is hier iemand? Achterkant is nog niet weg, zijn, want zijn auto staat er maar. Waarom neem jij de telefoon niet op aan? Oh, hallo. Wat jij dan nou zielig te doen? Hij is toch niet ziek, zeker? Wel nee, ze wordt op zijn teentje getrapt dat hij niet mee mag in Frankrijk. Dat meen je niet. Oh, dat meen ik wel. Kind, je weet niet wat je zegt. Frankrijk, heerlijke hotelletjes. Kaas en wijn, druiven uit de winger. Knoflook, kasteeltjes. En bovenal de liefde, l'amour. Wat een wereld, de twee van die onbezorgde kinderen. Ik was de autopapieren gezien. Hier zijn ze. De groene kaart zit erbij, dus wat let jullie om over de grens te gaan? En als jullie er geen gebruik van wensen te maken, dan noem ik jullie het grootste koppel stommelingen wat er op de wereld bestaat. Dus, alles is gratis, de auto is gratis, dus jullie bekijken het maar. De markt. Dat was een mooie toespraak. En jij ligt dan als stommetje te spelen. Nou, toe, schiet op, ruim die boel op en dan wegwezen. Wat heb jij toch, vervelende vent? Je kan hier echt geen 14 dagen blijven liggen, hoor. Moet je soms weer helpen? Eruit! Tja, maak me nog alsjeblieft los, ja? Ja, dat zal wel moeten, Aar. Als ik maar terugkom al op 14 dagen, je ligt er nog een beetje uitkomen. Wat speelt ze dit keer voor ons spelletje? Ze wilde me dwingen om die 1000 gulden te houden. Ze zit in mijn zak, maar ik ga ze onmiddellijk terugbrengen. Is dat nou wel zo verstandig? Ja. Vind jij van niet dan? Ja, ik weet het niet hoor, je moet het zelf weten. Dus je vindt dat ik ze moet houden? Ja, ik weet het niet, jullie bemoeien er niet mee hoor. Verdorie José, wat doe je nou? Nou ja, Aart, je hebt toch ook 3 weken vakantie? Maar nogmaals, ik bemoei er niet mee. Nou ja, als ik met je mee mocht, dan zou ik het wel weten. Ja. Daar ligt nou net het probleem. Heb je nou net niet gehoord hoe lyrisch die tante Koe praten over Frankrijk? Wel, ik ben niet doof. Nou, het zou toch zo mooi zijn, hè? Wij, samen, tuffend, over zo'n som overgoten weggetje, met rechts de uitgestrekte wijngaarden en links zo'n mooi kabbelend beekje. En dan smullen, van alles wat de natuur ons te bieden heeft. Rechts van die volle druiventrossen, links van die tongstrelende forellen. En s'nachts logeren in zo'n pittoresk hotelletje. Chez Pierre. Chez Marie. Chez François. Of chez Macaire. Hé, verdorie! Dat had je nou net niet moeten zeggen. Ik zei het alleen maar voor me. Maar ja, met die laatste opmerking sla je mijn hele droom. Hé, goed. Allemaal. Weet je wat jij wordt? Jij wordt een onuitstaanbaar kleintje roemen, niet jij? Jij verdient een pak voor je broek. Vaak het eens. Oh, maar dat is niet zo moeilijk. Auw, niet doen!
Natuurlijk. Mannen geven elkaar altijd gelijk. Peppy stuurde me terug om je los te maken, maar je hebt jezelf al bevrijd. En jammer dat ik je gestoord heb. Zo, dat heeft me niet opgelukt. Nou, mij niet. Je hebt me vernederd. Nou, als dat zo is, dan bied je me verontschuldiging aan. Kan ik het weer goed maken? Ik zal niet weten hoe. Door jou 14 dagen lang te verwennen. Je hoeft alleen in de auto te stappen en je naar de mooiste plekjes van La Douce France te laten rijden door jouw eigen liefhebbende privéchauffeur. Een privéchauffeur zonder bagage? Hoe stel jij je dat voor? Oh, maar een badhanddoek en een zwembroek en een tandenborstel en zo gekocht. Mijn pas heb ik bij me. Meer heb ik niet nodig. En scheerspullen dan? Ik laat mijn baard staan als een echte klosjaar. Je zou ook gebruik kunnen maken van het oude scheerapparaat van pa. Goed idee. Waar kan ik dat vinden? In mijn tas. In je tas? Je zegt betekent dat? Ja, natuurlijk. Als je met een man op vakantie gaat, moet je overal rekening mee houden. En ik word niet zo graag gekust door een man met een baard. Dus je hebt me al die tijd voor de gek gehouden? Nou, mijn vader die heeft nooit eens gewaarschuwd dat vrouwen niet te peilen zijn. Nee, hij had gelijk. José, ik ben stapelgek op je. Wij worden even ons koffers. Ik kijk. Ze aan het trots, ik ga naar wie. Ernstig aan het praten. Hoe ernstig aan het praten. Gewoon even ons koffers. Voor ernstig aan het praten. Ooit voor? Josje, we gaan. Ik ga je een moment hier wachten. Ik stuur ze wel een ansichtkaartje en bovendien zal ik ze nog voorbereiden dat ze een nieuwe schoondag te kunnen verwachten. Nou, loop jij niet heel erg hard van stapel? Wie weet hoe het tegenvalt. Maar zondagskinderen lopen altijd hard van stapel. Een reisje naar de zon met de meisje kan absoluut nooit tegen. Ben je zover, dan krijg je een lift naar het station. Oh, dat is die buurman, we reizen samen naar Frankrijk. Ach, dat doet me plezier. Zie je, ik heb het aanzien gekomen. Wanneer gaan jullie? Zo gauw als hier de boel op opgeruimd. Oh nee, dat doen wij. Jullie gaan meteen, want jullie moeten genieten van iedere minuut dat je bij elkaar kunt zijn. Ja? Buurvrouw, u bent de vrouw naar mijn hart. Josje, wat zeg je? Ik zeg vooruit dan maar. Als jij belooft, buurman, dat je de boel goed af zal sluiten. Nou, ja, natuurlijk. Er komt geen inbreker meer over de drempel. Daar sta ik met mijn leven voor. Zwaaien jullie ons even uit? Dat doen we eerst. Ja, een driedubbele uitsmijter. Ook niet ik mijn sport heb en stropdassen zeker. Ga ik dat nog gewoon op de katten van de buren wat voor leggen? Veel straf, hè? Zou je dat zelf moeten doen? Hè? Als ik nog eens beoorlog op vakantie ga, dan neem ik kokosnoten mee. Die breekt tenminste niet zo goed. Tot ziens en bedankt. Het is dat ik zo'n goede hoort heb, hè, Kees. Anders vind ik je koffer en ik kiep niet boven je kop helemaal leuk. Laat ik hier staan te zingen. Mensen, ook niet over een paar grote geheimnis. Ook gewoon ons boerderij kort. Ik wil ook niks. Nee, ik denk dat ik op vakantie ben. Ja. Ga maar naar land. Zijn geworden. Wat zullen die twee genieten van hun prille liefde? Bij mooie jaloers. Maar ja, we gaan maar eens eerst de boel opruimen. Ik ga het weer naar de voortuin. Goed, Jan. U spreekt met een automatisch antwoordapparaat van dokter Pil. Dokter Pil was op het moment op vakantie in. Vier weken niet bereikbaar. Maar mocht u een goede raad willen hebben, pas op
Ja, dames en heren, dat was het. Pas op voor de buren. Nog heel even komen ze opnieuw voor u terug. Als Klaartje Koe, Jo Koenen en als Fanny, Saskia Schepers. Jan van Dalen werd gespeeld door Rick van Kessel en Beppie door Annemie Kuipers. Mirjam de Boer vertolkte José en Aart Schildbrood werd vertolkt door Peter van Bakel. En ja hoor, Gerry Sterke speelde Kees van Aalst en Ria Willem speelde Trui. Het zou mooi zijn als het alleen met spelers kon. Maar achter de schermen zijn nog een heleboel andere mensen actief. En die wil ik toch ook heel graag even vernoemen. Soms raken spelers hun tekst kwijt. En dan zijn er mensen die ze dan te hulp schieten. De souffleurs Marie-José van de Ven en Mireille Seybe. Kopjes en schotels op toneel staan, er moet een deegrol aangegeven worden of een deken klaargelegd worden. Dat werk dat doet een inspeciënte en dat was Sjan Schepers. Ja, je kunt eigenlijk de bloemen nu al uitdelen. Ondertussen delen ze dus de bloemen uit. Het decor is gebouwd door leden van de toneelclub. Het geluid en het licht werd verzorgd door Jan Koenen. Alle spelers zijn in het volle licht gezet. En daardoor moeten ze ook gegrimeerd worden. Dat waren Ann Smits, Maria Fonke, Ine van der Wijs en Marie-José van de Ven die hun sminkte. Mirjam de Boer, die ook de rol van José vertolkte, zorgde voor alle kapsels. En last but not least, degene die het instudeerde is de regisseur en de regisseur is Louis Vollenberg. Er zijn nog een paar mensen die ik in extra wil bedanken. Op de eerste plaats Hein. De Peelwerker heeft iedere maandagavond voor ons ter beschikking gestaan. Hartelijk bedankt. Bert van der Wijst verzorgde alle drukwerk. Ellie Vollenberg moest Louis iedere maandagavond missen. En soms Barks woensdag ook nog. Marion van Hout, die is aanwezig. Die krijgt van ons ook nog een bosje bloemen voor al het typewerk. Die zit daar, hè? Ja? En Frans Hagens willen we nog bedanken voor het filmen. Er is nog één bosje meer en dat is voor de fotograaf. Ja. Natuurlijk hopen wij dat u genoten heeft. We zien u ook graag nog een ander jaar terug. Ik ga nu over tot de uitslag van de loterij.